Haller, naar Ajax. Ja. Toen hij bij Utrecht zat, zou je gelijk denken van topspits halen. Mm-hmm. Volgens Gijp de verbeterde versie van Kluivert. Maar bij West Ham, 16 wedstrijden dit seizoen gespeeld, 3 doelpunten. Ik vind hem een beetje trage ogen. Ja. Ja, gaat het zwaar? Als hij ook maar iets heeft van die spits van Utrecht, dan kan het echt een succes worden. Maar het kan ook echt een fiasco worden. Je slaat wel een club over. Eintracht Frankfurt. Eintracht, ja. Want daar speelde hij natuurlijk met Rebic en met Jovic en met Kostic, linkerkant. Ja. Veel beweging om zich heen en had hij wel... Daar zat hij volgens mij op 100 wedstrijden 50 doelpunten. In ieder geval iets in die... En daar is hij 50 miljoen euro waard geworden. Alleen het probleem is dat als je naar Engeland gaat en je hebt een goed seizoen achter de rug, betalen die Engelse clubs absurde bedragen. Dus Sebastien Haller ging toen voor 45, 50 miljoen naar West Ham. En die komt dan bij West Ham terecht. En ik heb hem paar weken geleden, denk ik nog, een geweldig doelpunt zien maken. Omhaal. Of een poging tot een omhaal. Dus ja, het is sowieso al een vreemde spits. Hij is vrij lang, maar ook heel elegant. Hij heeft dat wat Zlatan ook een beetje heeft. Ja. Hij maakt waanzinnig mooie doelpunten. Maar jij hebt het over het trage. En dat bij West Ham... Ja, dat viel mij tenminste op. Bij Utrecht vond ik hem heel snel. Hij is ook zijn basisplaats gewoon kwijtgeraakt bij West Ham. Antonio kreeg vorig seizoen in de beslissende fase de ruimte en de tijd om zich te ontwikkelen. Die maakt ook veel doelpunten. Sterke spits, hè? Ja, sterk en snel. En die heeft ook meer diepgang. Dan kun je ook iets meer van eigen helft gaan voetballen. Mm-hmm. En dat had West Ham toen nodig. Moyes is niet zodanig van hem gecharmeerd dat hij hem dan opstelt. Want Moyes is wel iemand die heel graag lange spelers opstelt. Hè. Moyes is de man die Fellaini bij Everton heeft geïntroduceerd. En die graag met lange spelers werkt. Dat zie je ook nu bij West Ham weer. Dat die scoren ook veel uit situaties, standaard situaties, hoekschop en dat soort situaties. Maar daar hoort Haller dan niet bij. Maar wat is eigenlijk de vraag die je stelt? Of hij goed genoeg is? Ik ben benieuwd. Is dat een goede match, denk jij? Nou, ik ben vooral... waar je van schrikt is de transfersom. Dat Ajax 20, 25 miljoen wil betalen voor een spits is eigenlijk al, wie het ook is, vrij groot nieuws. Dat is, ik zei net op de redactie, dat is als Paris Saint-Germain 200 miljoen voor Neymar betaalt, dan vallen we achterover en denken, wow, dat is wel veel geld. Maar kennelijk, in verhouding? Maar in verhouding is dit nog meer dan 200 miljoen, hè? Als je het gaat omrekenen. Ja, precies. Als je naar de budget van Paris Saint-Germain ten opzichte van Ajax gaat kijken, ja, nee, dat klopt. Dit is 20, 50 miljoen voor een spits. Eredivisie-spits. Is ongeveer geld. Maar je ziet de situatie waar Ajax nu in zit. Er is een toppermaand. Ajax moet kampioen worden. Die zitten op een Champions League-begroting. Daar halen ze in hun ogen Champions League-spits. En dat is Haller denk ik ook wel. Hij kent Erik ten Hag. Nog steeds? Dat is eigenlijk gewoon de vraag die ik wil stellen. Is hij nog steeds van dat niveau? Tadic ging ook als reserve van Southampton naar Ajax. Ja. En daar hebben we het niet meer over of hij goed genoeg is voor Ajax. Haller heeft in de Bundesliga echt een geweldige periode gehad. Waarbij toen hij van Utrecht naar Frankfurt ging, dacht ik wel, oei, of hij die stap kan maken naar de Bundesliga, waar ook veel gevraagd wordt van inhoud. Daar moet je ook diepgang hebben en dergelijke zaken allemaal. Maar daar vormde hij een geweldige voorhoede met een aantal andere spelers. Bij West Ham is hij toch gekocht van, we hebben nu een soort lange wonderspits binnengehaald. Die ramt ze er wel in. Zonder dat er rekening mee gehouden is, wat gebeurt er om Haller heen? Dus dan wordt hij eigenlijk losgelaten in zijn eentje. Het hangt er een beetje van af. En ik denk dat Ten Hag daar echt over nagedacht heeft. Van wat gebeurt er omheen? Wat heb ik nodig? Ajax heeft met hem gewerkt natuurlijk. Ten Hag heeft met hem gewerkt. Ajax heeft een spits nodig. Hij brengt lengte met zich mee, techniek met zich mee. Hij kan een bal vasthouden. Hij is sterk in de 16. Doelgericht. Hij is doelgericht. Op voorzetten reageert hij vaak goed. Ja. Alleen, er is één ding. Haller bij Ajax, zou ik altijd zeggen, blind doen. Alleen 20, 25 miljoen. Er komt zo'n ongelooflijke druk op het presteren van Haller te staan. Want hij moet Ajax dan kampioen maken. Maar goed, dat is ook weer een mooie uitdaging. Ja, PSV betaalde aan het begin van het seizoen veel geld voor Zahavi. Daar horen we niet heel veel van. Zahavi is natuurlijk ook binnengekomen met een bepaald cv, overal doelpunten gemaakt. Het wordt echt een interessant half jaar in de Eredivisie, met Lucas Prato, El Osso, De Beer, van Feyenoord. Maar het is nu januari, de toppenmaand is er. En ja, je wil met je beste elftal, of zo goed mogelijk elftal, die maand en die maanden ingaan om kampioen te worden.
Feyenoord heeft geen spits, heeft nu een spits. Ja. Ajax, ja, Huntelaar is ook geblesseerd weggevallen, had geen spits. Als het goed is, hebben ze nu een spits met Haller. En ja, dat is echt een megaklapper voor Eredivisie begrippen. Ja. Zoveel geld voor aan een spits uitgeven. En het komt toch ook een beetje uit het niets, zo'n transfer.